Goedemiddag allemaal en welkom hier u allemaal in de Ernst Appelzaal in het Feyenoordstadion, de Kuip hier in Rotterdam en u thuis. We zijn hier met meer dan 120 mensen vanmiddag bij elkaar om te praten over hoe we samen inclusieve buurten kunnen creëren vanuit samenwerking, actieve participatie en verbondenheid. Ik ben Mira en ik mag vanmiddag uw dagvoorzitter zijn. En natuurlijk een heel speciaal welkom aan onze panelleden. Marco Pastors, Vildan Ekis, Karin Fraai, Mehmet Dai en vanuit Brussel Catharina Bamberg. Enkele huishoudelijke mededelingen vooraf. For our international audience who like to listen to it in English, like the English interpretation, we have a translation, and please click on the earth ball on the bottom of your Zoom screen, and then you can turn to English and you can follow everything from Dutch into English. And thank you, dear Onno, for our Baha'i friend, for the translation to provide us with that. Het wordt een interactieve bijeenkomst, een interactief programma. Slechts korte pitches van onze 5 panelleden. En voor u thuis, als u vragen heeft, stelt u ze via de chat. Mijn collega Shireen zit hier, die houdt het in de gaten. Zal ik regelmatig even langslopen om te kijken welke vragen zijn gesteld. En u hier natuurlijk in de zaal, steekt u even uw vinger op. Ik kom naar u toe, hou de microfoon bij u, zodat ook thuis uw vraag goed te horen is. We hebben afgesproken met de panelleden om elkaar te tutoyeren. En elkaar bij de voornaam te noemen, om het ook iets intiemer en meer bij elkaar te maken. Voordat we nu met het programma gaan beginnen, komt er eerst een videoboodschap van onze burgemeester in Rotterdam. Niemand meer dan Ahmed Aboutaleb, die zeer recentelijk het is uitgeroepen tot de beste burgemeester van Rotterdam. Van de wereld, ja. Van de wereld. Sorry voor deze verspreking. Mannen van de techniek, laat u de burgemeester Ahmed Aboutaleb alsjeblieft horen. Goedemiddag. Wat fijn dat de Baha'i-gemeenschap zich wil oriënteren op Rotterdam en het bijzonder op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Maar wat fijn dat dat tussen uw wijze van beleven van een religieuze identiteit kennelijk ook een verbinding is met praktische aspecten van het leven. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat veel religies toch uiteindelijk niet alleen maar aansporen tot geloven, maar ook aansporen tot doen. En dat doen soms onderdeel is van geloven. Ik werk graag ook op dezelfde manier. Uiteindelijk heeft een goede intentie diep in je hart. Het is een intrinsieke waarde. Maar uiteindelijk is het goed als je het manifesteert in het doen van dingen. Er is een Arabische uitdrukking dat zegt: de beste mens onder de mensen is hun dienaar. De beste mens onder de mensen is degene die de mensen dient, zaken regelt voor de medemens. En zeker die medemens die bescherming behoeft. Wij applaudisseren graag voor mensen met succes. Maar niet iedereen heeft succes in het leven op voorhand. En is geboren in een bed en aan een tafel met een gouden lepel in de mond. Was dat maar waar. En daarom juich ik enorm toe de betrokkenheid die u toont bij het dagelijks leven van mensen die steun nodig hebben. Het Nationaal Programma is ontworpen juist om geïntegreerd en aan alle kanten het leven van mensen in een bepaalde richting te sturen. En ja, mensen moeten het vaak zelf doen. Weet u nog wel? Jezelf van je haren trekken uit het moeras. En een Bijbelse tekst, ik parafraseer, zegt dat het lot van mensen pas verandert, verbetert, als de mensen bereid zijn aan hun eigen ik te sleutelen. En wat is een betere manier om aan eigen ik te sleutelen dan het onderwijs? Uiteindelijk verbreed je het onderwijs je horizon. Vergroot je kennis, je vaardigheden, je kunde. En op die manier kun je
je eigen welvaart genereren. Nou, laat het nou zo zijn, en dat zult u van Marco Pastor zeer uitgebreid horen vandaag, dat onderwijs voor ons cruciaal is in het ontwikkelen van mensen. Op allerlei internationale congressen hoor ik mensen praten over smart cities. En dan hebben ze het meestal over elektrische bussen en over speciale smart systemen voor vervoer en allerlei andere dingen. Fout. Een smart city is een city die investeert in zijn eigen mensen. Mensen zijn smart. Niet bruggen, niet bussen, niet stenen. Maar die smart mensen kunnen wel intelligente oplossingen bedenken. Wij investeren graag in het onderwijs. Wij investeren vele uren extra in het onderwijs voor kinderen. En de makke is, je ziet het niet onmiddellijk als je daarmee begint, maar over 15, 16, 20 jaar zie je het resultaat ervan. Dus je moet bereid zijn op een langer termijn te investeren, een lange adem te hebben. En uiteindelijk moeten die mensen ook in een kwalitatief goed milieu opgroeien. En dus veiligheid organiseren in zo'n wijk. Ja, vanzelfsprekend. Je hebt de politie en justitie, et cetera. Uiteindelijk gedijen goed opgeleide mensen in een kwalitatief goede omgeving met voldoende cultuur, voldoende theaters, voldoende musea, voldoende zwembaden, voldoende groen, et cetera. In een kwalitatief goede omgeving komen goed opgeleide mensen uiteindelijk tot hun recht. Daarmee werken ze aan hun eigen welvaart en ontstaat vanzelf, heel gek genoeg, ook veiligheid. Heeft de burgemeester niet zoveel meer te doen. Dank voor uw belangstelling. Dank voor uw komst naar Rotterdam. En ik wens u ook een mooie, werkzame, maar ook een spirituele middag. Prachtige woorden inderdaad van een visionair wijs man die terecht de beste burgemeester van de wereld is geworden. We gaan beginnen, want we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn in Rotterdam en dat we samenwerken met het bureau van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En Marco, je mag als eerste een korte pitch houden als directeur van het programmabureau. Velen kennen jou ook nog vanuit je politieke verleden. Allerlei politieke functies, waaronder wethouder hier in Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam. Ja. En aan jou het woord nu. Ja. Dankjewel, Mira. En toen Mira mij belde, dacht ik meteen, dit moeten we doen. Ze belde dat jullie bezig zijn als gemeenschap met een tour langs een aantal steden in Europa om te kijken hoe het er in hun armere wijken voor staat. En dan is er wat mij betreft natuurlijk maar één plek in Rotterdam om te zijn. En dat is hier bij het Nationaal Programma. Rotterdam-Zuid, vergis je niet, heeft 200.000 mensen. Heel erg groot gebied. Het is net zo groot als Groningen, Eindhoven, Tilburg. Dat zijn de nummer 5, 6, 7 steden van ons land. Maar het heeft de statistieken van een achterstandswijk. Dus heel veel mensen met een uitkering. Heel veel kinderen met lage opleiding. Maar heel weinig die doorstromen naar het hoger onderwijs. Lage inkomens. En wat wij zeggen, ja, dat kan niet. Dat zijn er gewoon te veel. Elke stad heeft arme buurten, maar zoveel, zo'n groot gebied bij elkaar, dat kan niet. Wij moeten mensen perspectief geven op een fatsoenlijk leven als ze in Nederland wonen, dus ook in Rotterdam. En op Zuid zijn we dat uit het oog aan het verliezen. Nou, daarvoor is het Nationaal Programma opgericht. 20-jarige samenwerking van alle partners die nodig zijn om mensen aan een betere toekomst te helpen. En we zitten op dit moment in het 10e jaar. Ik zal u niet te veel vermoeien, dat kan ik wel in het nagesprek doen met hoe we dat georganiseerd hebben. Maar ik wil u vooral vertellen wat we voor mensen willen betekenen en waarom. Wij zeggen als mensen zich buitengesloten voelen van de maatschappij, als ze niet deelnemen, dan moet je in de eerste plaats kijken naar wat ze overdag doen. Wij zeggen deelnemen in de maatschappij, dat doe je voornamelijk overdag. En overdag, als je jong bent, ga je naar school. En als je volwassen bent, ga je aan het werk. En als dat niet goed geregeld is, dan ben je buitengesloten. En dan kun je natuurlijk van alles doen in de vrije tijd van mensen om het toch nog een beetje gezellig te maken.
Maar dat is niet wat wij denken dat echt helpt. Want hoe verandert het leven van mensen dan de dag erna? Als je na werktijd in je wijk met anderen kunt praten over, nou ja, hoe aardig je elkaar vindt, over sociale cohesie en dat soort dingen. Als je daarna overdag weer niet goed naar school kunt gaan, als je je talenten niet kunt ontwikkelen, als je weer aan die uitkering vastzit en wordt weer afgewezen voor werk, ja, dan ga je natuurlijk denken van ja, klets maar een eind raak. Dus wij draaien dat hierom. En dat vinden wij zelf het bijzondere van de aanpak. Wij doen interventies die betekenis hebben in het dagelijks leven van mensen. Dat betekent de kinderen goed naar school. Kijken wat bij je past, het niveau wat bij je past en daar het maximale uithalen. Hè, wat ouders in de rest van Nederland ook doen. En als je een uitkering hebt, zorgen dat mensen aan het werk. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel goed. Wat wij vervolgens zeggen is, zo heel eenvoudig is het niet. We hebben scholen, er is werk. Niet voor iedereen tegelijk, maar er zijn elke dag vacatures waar mensen van Zuid niet meer op solliciteren. We hebben gezegd, nou, daar moeten we kijken wat er aan de hand is. Wat is er voor nodig om mensen dat wel goed te laten doen? Nou, en dan wordt het moeilijker en interessant, maar het zijn geen onoplosbare problemen. Je moet mensen helpen uit hun schulden te komen. Je moet mensen helpen om te leren wat het is. Als je schoolgaande kinderen hebt, dan moet je als ouders ook wat doen, ook in de vrije tijd. Maar als je zelf geen schoolcarrière hebt gehad, in een ander land en afgebroken en dat soort dingen, ja, dan is dat niet zo makkelijk om dat zomaar te leren. Nou, wij leren dat, mensen. Als mensen geen werk kunnen vinden, helpen we ze gewoon. Dus met mijn werk ook, solliciteren, dat was het moeilijkste stukje. Maar als je eenmaal binnen bent, dan is het een stuk makkelijker. Als mensen moeite hebben met solliciteren, nou, dan slaan we dat toch over, regelen wat. En misschien kunnen ze het werk zo doen. Nou, op die manier hebben wij bijvoorbeeld de laatste 4 jaar, tot corona begon, dat was een moeizaam jaar. Maar de laatste 4 jaar hebben wij heel erg veel mensen aan het werk kunnen. Nou, dat is wat wij hier doen. En wat wij dan ook nog doen, en dat hoort er echt bij, dat moet u weten, de aanpak. De reden dat mensen hier zo in deze barre omstandigheden liggen, is niet omdat die kinderen zo weinig talent hebben. Kinderen kunnen er helemaal niets aan doen. Het ligt misschien iets meer aan hun ouders. Die zouden meer kunnen doen, maar die doen dat op dit moment niet goed. Maar het feit dat we zoveel van die mensen bij elkaar hebben, dat komt natuurlijk ook doordat wij zoveel woningen hier hebben, waar andere mensen niet meer zo graag willen wonen. Dus bij een goede aanpak hoort ook dat je ervoor zorgt dat je betere woningen hebt. Zodat de sociale stijgers, ik zeg altijd, in het verleden heeft Rotterdam-Zuid gestookt voor de buren. Daar houden we mee op. Wij willen degene die stijgen nu ook in het gebied houden. Zodat ook die mensen hun kinderen hier op school houden en anderen weer een beetje tot goed voorbeeld kunnen dienen. Maar ook zorgen voor koopkracht in de wijk en dat soort dingen. Zodat je op een gegeven moment, daarom is het een 20-jarig programma, daar ook weer mee op kunt houden. Maar die betere woningen horen erbij. En het laatste wat ik wil zeggen, waar je ook in dit soort wijken op moet letten, in heel Europa, maar in Nederland zeker, is de criminaliteit. Want wat ik heb verteld is natuurlijk de goede weg, de fijne weg. Dat vindt iedereen, dat zou goed zijn. Maar die andere weg, die criminele weg, is wel heel erg verleidelijk. Er wordt heel erg veel geld verdiend in de drugseconomie. En dat moeten we weghalen. Nou, in balans zijn wij aan het werk. Slechte weg afsluiten, goede weg bevorderen. Hoe we dat doen, dat gaan mijn collega's zo vertellen. Maar dit is de hoofdlijn en die dat we betekenis, meer betekenis kunnen geven aan het leven van mensen. Inderdaad. Een applaus. Kort en bondig inderdaad geformuleerd. Ik ga verder naar Vildan, naar jou. Als programmamanager loopbaanoriëntatie. Gaan voor een baan hier in Rotterdam-Zuid. En net nog even met elkaar gesproken, ook als ik van migrantenouders ook erg intrinsiek betrokken bij inderdaad de mensen waar je net voor doet. Ik hoor graag jouw pitch. En wij allemaal. Ja. Ik ben verstaanbaar. Helemaal goed. Waarom een loopbaanoriëntatieprogramma in Rotterdam-Zuid? Nou, wat we zien is dat de jongeren in Rotterdam-Zuid minder vaak een kans hebben op goed arbeidsmarktperspectief dan elders. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld de migratieachtergrond. Jongeren met een migratieachtergrond zijn vaker werkloos. Kiezen vaker ook opleidingen waar de arbeidsmarktperspectieven minder van zijn. En ook arbeidsmarktdiscriminatie speelt hier een rol.
We zien nu jaarlijks dat, ik vergeet te zeggen, en tegelijkertijd zien we aan de andere kant ook dat er een structureel tekort is aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Zeker als we kijken naar de toekomst, de energietransitie die voor ons staat. En daartussen zit dus die mismatch. En wat wij doen is eigenlijk op basis van de cijfers, als je kijkt, 2000 leerlingen of studenten die verlaten jaarlijks de scholen, 1200 daarvan heeft een mbo-diploma. Daardoor kan je ook zien dat als zij nou zouden kiezen voor een baan of een opleiding met toekomstperspectief, dat de arbeidsmarktkansen voor hen groeit. En tegelijkertijd creëert dat ook gelijke kansen voor hen op datzelfde speelveld. Nou, waarom het loopbaanoriëntatieprogramma? Wat wij eigenlijk doen is vanaf groep 6 van de basisschool tot aan de uitstroom arbeidsmarkt, dus de mbo's, bieden wij loop- en oriëntatieactiviteiten aan gedurende het gehele schoolloopbaan van een jongere. En waarom beginnen we zo jong? Omdat uit onderzoek ook blijkt dat op dat moment eigenlijk al beeldvorming ontstaat bij jongeren wat zij vinden van bepaalde beroepen. En dit leidt uiteindelijk ook tot de keuzes die zij maken voor een profiel of voor een opleiding. En denk bijvoorbeeld vaak dat het niet zwaar werk is of dat er op andere tekortsectoren, dat men niet op hen zit te wachten, dat men het een te witte omgeving vindt. Wij proberen die beeldvorming eigenlijk aan te passen. Hè. We geven ze genoeg informatie, we proberen ze voor te lichten, te enthousiasmeren, zodat we eigenlijk laten zien dat venster waardoor zij kijken, dat wij die breder maken voor ze, dat er veel meer mogelijkheden voor ze zijn. En een van de belangrijke kernonderdelen van het programma, naast oude betrokkenheid trouwens en het professionaliseren van de docenten op de scholen, allerlei componenten die van belang zijn, eigenlijk essentieel in de schoolloopbaan van de jongeren, dat zijn de werkgevers. Dat is die arbeidsmarkt. En de werkgevers in dit programma hebben gezegd, wij vanuit de kansrijke sector al ligt, die hebben gezegd, wij stellen aan garanties, baangaranties, wij noemen ze aan de bakgaranties, ter beschikking voor jongeren die kiezen opleidingen die een baanmogelijkheid bieden in onze sectoren. En eigenlijk wat ze daarmee zeggen is dat op het moment dat ze voor de jongeren staan en zeggen, ik heb een baangarantie voor jou, de jongeren zit nog op school, zeggen, als jij straks die schoolpoorten doorloopt, dan ben ik daar. Hè? Ik heb die baan voor jou en ik wil heel graag dat jij voor mij komt werken. Dat signaal is sterk, omdat wat ik al eerder noemde, arbeidsmarktdiscriminatie, dat soort obstakels haal je daardoor ook weg. En dan staan ze ook eens een keer vooraan. Dat gevoel van achteraan staan, dat leeft ook wel bij deze jongeren. Andere belangrijke componenten zoals oude betrokkenheid en de professionalisering van de docenten. De reden dat we daarop inzetten is eigenlijk omdat ook zij beslissende factoren zijn in die schoolloopbaankeuzes. Ouders, ook omdat ze vanuit een beeldvorming denken die niet helemaal klopt, proberen we ze eigenlijk in mee te nemen. En de docenten zelf, want zij voeren de gesprekken op de scholen. De adviesgesprekken, de profielkeuzegesprekken. Dus de scholen zijn voor ons heel erg belangrijk. Ik zal ook even vertellen wat het ons tot nu toe eigenlijk heeft opgeleverd. Wat we zien in de cijfers. Gaan voor een baan is in 2016 opgezet. En aan het begin, als ik iets eerder terugga, in 2011, 2012 starten we tegelijkertijd met de 4G, de vier grote steden. Voor studenten die kiezen voor een opleiding in een kansrijke sector, maar 32,6% van de studenten kozen daarvoor, zowel op Zuid als binnen de 4G. En we zien nu voor het schooljaar 2019-2020, zijn de laatste cijfers, zien we dat de vier grote steden kiezen studenten, daarvan kiezen de studenten, 41,6% daarvan kiest dus voor een kansrijke opleiding. Op Zuid is dat al 46%, dus je ziet groei. Maar je ziet ook groei aan de andere kant vanuit de werkgevers. Die commitment groeit ook. In 2015 starten we met 360 garanties. We zitten nu op 702 garanties. En je merkt ook dat op dat speelveld de urgentie wordt gevoeld en dat men wil investeren in de jongeren van Zuid. Ik denk dat dat ook een heel mooi signaal is. En ik wil afsluiten door te zeggen dat de essentie van het programma is dat we de schouders waar de jongeren op staan willen versterken. En eigenlijk doet het NPRZ dat. Wij zijn een onderdeel van de pijlerschool van het NPRZ. En samen proberen wij die schouders te versterken waar de jongeren op staan, zodat ze zien waar ze heen kunnen gaan. Dankjewel, Florian. Op een kort en krachtige pitch. Ik ga verder naar Karin Vrij, adviseur werk en participatie bij het programmabureau Rotterdam-Zuid.
Karin, ja, aan jou het woord om iets te vertellen over jouw vakgebied en waar jij je voor inzet voor de mensen in Rotterdam-Zuid. Ja, dankjewel Mira en jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, waar veel dan ophoudt, begin ik om het zo maar te zeggen. Het programma gaat over school, werk en wonen. Marco zei net al, een zinvolle dagbesteding, dat is waar het om gaat. En een van de manieren om zinvol bezig te zijn is door aan het werk te gaan. Vanuit het loopbaanoriëntatieprogramma willen we proberen dat er zo min mogelijk mensen in de uitkering belanden. Maar op Zuid zien we helaas dat een groot deel van de mensen toch afhankelijk is van een of andere vorm van uitkering. Als je dat vergelijkt met de rest van Nederland en met de rest van de G4, dan zie je dat 20% van alle mensen die hier wonen op de een of andere manier een uitkering heeft. Dat kan een WW-uitkering zijn of een bijstandsuitkering of een andere vorm. In vergelijking met de rest van de G4, waar het gemiddeld zo'n 14-15% is. Dus we zitten daar een stuk bovenop. Dat is de reden waarom we in het programma hebben gezegd, we gaan heel erg inzetten op werk. Mensen begeleiden richting werk. Ik hou het nu even bij de bijstandsgerechtigden, want daar hebben we een groot programma voor. Dat heet Samen voor Zuid. Ik zie ook al wat collega's in de zaal zitten die zich ook inzetten in het programma. Kijkend naar Zuid, dan zie je dat wij 30% van alle inwoners van Rotterdam hebben. Maar als je gaat kijken naar de bijstandsuitkering, dan zitten we op 40% van alle uitkering. Dus dat is gewoon bovenproportioneel groot als je het vergelijkt met het aantal mensen wat hier woont. Nou, ons grote doel is om aan het eind van ons programma, en dat is dan in 2031, om dan tot een gelijke verhouding te komen met het aantal mensen wat hier woont. Dus Marco die zit mij achter de broek en nog een heleboel andere collega's om uiteindelijk op rond de 30% van die uitkeringen te komen. He, dan hebben we echt een mooie stap gemaakt. Dan zult u zich wel afvragen van, goh, hoe doen jullie dat? Nou, dat doen we onder andere met steun van de gemeente en het Rijk. Daar is voor de komende 4 jaar, of in ieder geval we zijn begonnen in 2019, dus we zijn al een stukje op weg, is geld beschikbaar gesteld, zodat we een grotere investering kunnen doen in de mensen hier. Dat doen we door ze extra aandacht te geven, meer ondersteuning, door te zorgen dat er met hulp ook mensen richting de arbeidsmarkt worden begeleid, maar we ook zorgen dat ze dat werk vasthouden als ze dat eenmaal vinden, want dat is vaak het probleem. Mensen hebben vaak met heel veel verschillende kwesties te maken. Dat kan te maken hebben met problemen thuis, met opvoedingskwesties, met fysieke of psychische beperkingen soms. Het kan te maken hebben met laaggeletterdheid, onvoldoende diploma's gehaald in het leven, waardoor ze eigenlijk met veel meer ondersteuning die weg naar werk moeten vinden. Nou, we kunnen er straks nog veel meer over vertellen. Ik kan u in ieder geval zeggen dat we dat doen in samenwerking met alle mensen die zich zowel richten op het ondersteunen van werkzoekenden, dus werkcoaches, jobhunters en dergelijke, maar ook, en dat is heel belangrijk, de hulp van de wijkteams, hè, die de hulpverlening eromheen organiseren. Nou, dat was in ieder geval even voor mijn deel van de pitch. Ik denk dat we straks veel dieper nog in kunnen gaan op wat we allemaal doen. Jij hebt daar ongetwijfeld heel veel vragen over. Zeker, Karin. Als ze al niet uit de zaal of van thuis komen, dan heb ik ze wel voor je om daar wat dieper op in te gaan. Our fourth panelist is Katharina Bamberg. She is policy advisor on migration and integration at Eurocities. Welcome here from Brussels, Katharina. And, please explain us how Eurocities from Brussels in the European level can help us on a local level to create better neighborhoods and to give more perspective to people who are living there. Yeah, thank you very much. Thanks a lot to the organizers. I wish I could be with you in Rotterdam at the moment, but you will see me on a very big screen behind you, which I hope it is working out for everyone. A quick word on Eurocities, on what we're doing. We are the network of bigger European cities and we represent the voices of cities at the EU level. So Rotterdam also being one of our members, I'm very happy to be in the meeting today with you.
And how does this work in practice? So a big focus of our work is informing city members about EU policy developments, but then also feeding back on local good practices, on local challenges to the EU level. So in that sense, we're also doing advocacy on behalf of cities, and we are trying to make sure that local level interests are well represented in EU policy making. So I'm also very happy to learn a little bit more about the great work you're doing in Rotterdam today, because it's also very helpful for my own work. So what I would like to briefly mention today is just a couple of details from one of the projects that we have been working on for the last 3 years, which was called Values, and which focused on volunteering activities to leverage urban and European social integration of migrants. And there were basically 4 key lessons that we learned in the project, which I think might be interesting and helpful to also bring into the debate today, about how we can build communities on the ground. So the first lesson that we learned was fostering a welcoming culture is very important. Second, engaging migrants and refugees in volunteering activities. Third, cooperating with volunteer organizations at the neighborhood level. And then lastly, mobilizing volunteers to engage young people in community life. And I think those four lessons really speak also to today's topic of really trying to infuse a participatory approach for communities at the neighborhood level. And one thing that sort of underlies this whole project that we conducted is just trying to facilitate the engagement of diverse communities in local policymaking processes and removing barriers to participation. And why is that important? It's because we find that resident-led planning and those participatory activities really allow communities to grow together and to tackle both community and neighborhood-related issues at the very same time. And of course, we also know that activities that can bring people together around such a place-based challenge or development need can really be a good way, a good approach of promoting integration through doing, so to say. Now, the question, of course, that we also asked ourselves is how we can actually foster social cohesion through neighborhood engagement. And how can we really try to create that shared responsibility of all inhabitants in a neighborhood? And what we found out with the project is that a city really needs a mechanism to collect information on what is going on in neighborhoods, what is going on in communities on a regular basis, for instance, through employing city staff as community workers, through local consultations, but also through meetings with community level initiatives. And I think it's very important also to stress that knowing what is going on at the neighborhood and community level is really essential in order to adjust and adapt municipal strategies. And it also brings more options for feedback. It really makes the decision-making process more enriched and more corresponding to the needs on the ground, of course. So that's a little bit the theory of it all. But then I also wanted to bring a little example to our discussion today of one of the cities that participated in the project, which was Düsseldorf in Germany. And in Düsseldorf, the city has developed a municipal integration center that builds networks between relevant stakeholders that are involved in the design and in the implementation of integration projects. So that means the local administration, that means private bodies, but also migrant organizations themselves. And this municipal integration center, it supports many different projects, but one of them is also the House of Cultures, which was established in Düsseldorf in 2019. By 55 nonprofit local associations. And it's a cultural meeting place for all of Düsseldorf's citizens, and really inclusive in that way because they stress that this is regardless of the origin or social status of the people coming to the center. And it's really a place run by civil society for civil society. So that is sort of the point in the middle of it all. But then on the neighborhood level, Düsseldorf has several welcoming points, they call it. And they have different tasks. So they offer counseling and assistance to newcomers. They coordinate voluntary work in the district. They promote community engagement. And all of that with the overall idea of fostering social integration for people that have come to the neighborhood recently.
And those welcoming points, they're really described by the city as meeting places in the heart of the neighborhood that promote exchanges and that aim to foster that shared sense of belonging in the neighborhood. But then, of course, they're also helpful for the city itself, for the city administration, because they can be used as an interface to closely work with organizations in the different districts and also with voluntary initiatives to really gain an overview of the different services that are needed and other things going on in the neighborhood. And today, Düsseldorf has really expanded that network, which I think is very interesting. And they now have 13 different welcome points in all of the 10 city districts of Düsseldorf. So that's just to give you a little bit of an indication, a little bit of an impression of sort of the theoretical side of what we're doing at EuroCities, but then also how we try to bring real life city examples from the ground into our work. But I think running through all of this is really the recognition that supporting neighborhood engagement and supporting the participation of different groups in a structural way, in a very fundamental way, is very important for urban development, but then also for supporting inclusive cities more generally. And I think I leave it here for now for a first input. Thank you so much, Katharina, from Brussels. Het is te veel voor mij om allemaal even voor u te vertalen, maar weet dat deze bijeenkomst wordt opgenomen, dat die ook achteraf weer is terug te zien en dan wordt die volledig ondertiteld. Het zij met Engels, het zij in het Nederlands, daar waar Engels wordt gesproken. We gaan naar onze laatste panellid, Mehmet Dai, onderzoeker bij het Verwij Jonker Instituut en ook nog promovendus aan de Erasmus Universiteit. Zijn specialiteit is onderwijs, eigenlijk dus perspectief. En je houdt je ook vooral bezig met de identiteitsontwikkeling van jongeren. Wij zijn zeer benieuwd naar jouw pitch. Ja, dankjewel Mira. Volgens mij ben ik ook een van de vreemde eenden hier, zeg maar, als spreker vanuit mijn rol als onderzoeker. Maar ik ben wel heel blij met de voorgaande sprekers. Ook dat ze qua toelichting eigenlijk ook wordt gedaan in Rotterdam-Zuid. En vanuit de organisatie werd ik dus benaderd door Shireen. Shireen, een stagiair van ons. Die is altijd blij natuurlijk als er door een stagiair weer wordt gebeld. En ook vanuit het thema inclusieve buurten, actieve deelname en verbondenheid. Ik denk dat het stukje actieve deelname vooral door het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid ook uitgelegd en wat er wordt gedaan. Ik denk dat ik vanuit mijn kennis ook iets meer kan vertellen over die verbondenheid. Ik zal het wel breed houden. Ik heb zelf niet heel specifiek onderzoek naar Rotterdam-Zuid gedaan. Dus op het moment dat ik iets zeg over jongeren, dan is het niet een specifiek Rotterdam-Zuid ding, maar wel vanuit mijn ervaring als onderzoeker en de kennis. Ik spreek veel met jongeren. De dataverzameling is onder jongeren. Dus in die zin ben ik ook heel erg bezig met gelijke kansen en hoe jongeren zich ontwikkelen en opgroeien. En toen ik het telefoontje kreeg en eigenlijk ook de vraag kreeg van zou je als panellid willen spreken, moest ik eigenlijk direct denken aan een van de bevindingen uit onderzoek naar identiteitsontwikkeling onder jongeren. En dat is dat vooral in de grotere steden, en daar is Rotterdam en Rotterdam-Zuid is daar uiteraard ook onderdeel van in Nederland, jongeren heel erg identificeren zich heel sterk met de buurt of de wijk waarin ze wonen. Soms zelfs sterker met de nationale identiteit. Dus als we het hebben over die verschillende deelidentiteiten, als we het hebben over de verschillende en de nationale identiteit, bijvoorbeeld dat Nederlandse, dat is zich eigenlijk veel sterker Rotterdammer of iemand uit Charlois of iemand uit de wijk voelen dan een Nederlander. En vaak wordt dat geproblematiseerd, terwijl ik denk van ja, als je het vanuit een bepaald invalshoek bekijkt, heel erg vanuit een politieke invalshoek van oh ja, je moet je ook echt Nederlander voelen, dan denk ik dat je de plank wel echt heel erg mislaat. Want als we het over die verbondenheid hebben, dan is die sterke binding met de buurt is natuurlijk ook heel belangrijk, juist in die ontwikkeling en het opgroeien daarvan. En dat is ook mijn tweede punt. Wat ik heel vaak zie, ook in mijn onderzoeken, focus ik me echt op die gezonde ontwikkeling van jongeren. Het gezond kunnen opgroeien en gelijke kansen kunnen krijgen. Heel vaak word ik, ook als onderzoeker, krijg ik vanuit een bepaald budget geld om daar onderzoek naar te doen. En heel vaak is dat budget toch ook vanuit een soort veiligheidsoverweging. Terwijl ik denk van op het moment dat we elke keer jongeren vanuit een soort veiligheidsbril benaderen, ook in de wijk en elke keer ook als een soort potentieel gevaar benaderen, ja dan kan je het wel over inclusieve buurt hebben, dan kan je het over verbondenheid hebben, maar dan ben je eigenlijk, dan sla je de plank mis
Aangezien die challenges en de ontwikkelingen eigenlijk die de jongeren in hun dagelijks leven meemaken, dat neem je totaal niet mee. Ik ben blij ook van de voorgaande sprekers te horen dat er bijvoorbeeld vroeg wordt ingezet op je horizon verbreden, wat de burgemeester ook in het begin zei, door verschillende banen en verschillende plekken ook te laten zien. Want dat is natuurlijk ook heel goed om juist vanuit die ontwikkeling, vanuit die basis, ermee aan de slag te gaan. En ik denk dat we daar in Nederland zeker ook een opgave in hebben. Dus dat we veel meer vertrekken vanuit die gezonde ontwikkeling en de uitdagingen die jongeren überhaupt al ervaren in het opgroeien, in de ontwikkeling. En dan is het van eigenlijk vooral het probleem gestuurd en de problemen die er zijn. En die zijn er, absoluut. Criminaliteit, radicalisering, noem het op. Dat zijn hele belangrijke. We moeten echt niet naïef zijn daarin. Daar moeten we zeker ook aandacht voor hebben. Maar als alle aandacht, en ik denk dat we daar echt zijn doorgeslagen, als alle aandacht vanuit die kant komt naar de jongeren toe, en als de jongeren elke keer vanuit een soort probleemperspectief worden benaderd, ja, dan, zoals ik al zei, die verbondenheid, die hebben zij van zichzelf al, maar dan zullen ze zelf ook veel meer in hun eigen bubbel gaan terugtrekken. En op die manier zullen ze dan ook eigenlijk deelnemen aan onze samenleving. Wat dat betreft denk ik dat we die bruggen en die verbindingen veel sterker kunnen maken door juist die ontwikkeling, door juist die uitdagingen van jongeren in hun gezonde, in hun basisontwikkeling ook mee te nemen. Vanuit eigenlijk hun eigen identiteit kijken naar wat is interessant voor jou, hoe kunnen we daarin aansluiten en hoe zouden we jullie daarin ook kunnen ondersteunen. Werk, stage, school is daar een heel belangrijk onderdeel in, maar het is ook breder. Kijk ook zeker naar die bredere ontwikkeling van onze jongeren. Zeker ook in wijken als Rotterdam-Zuid, waar dat niet altijd vanuit een bredere horizon komt, maar dat ze vaak toch te maken hebben met, vanwege die laag sociaal-economische status, vanwege de armoede, met beperkte middelen, dat ze daarin ook zeker die verbreding in kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk om het kind of de jongeren ook zeker iets breder, vanuit een breder perspectief ook te benaderen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Dankjewel, Mehmet, voor deze toevoeging vanuit jouw onderzoek en jouw achtergrond en wat jij hebt ervaren tot op heden, daar waar het om het breder perspectief geven aan jongeren. Ik ga eens even kijken of er nu al vragen zijn in de zaal. Zijn er al vragen gesteld op de chat? Nee, maar er zit al iemand. Er zijn al meerdere mensen die hand opsteken. Dan gaan we daar even naartoe en dan zien we even dat. Komt even hier. Uw naam is? Mijn naam is Dorine Kleton en ik sta hier namens het platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties in Rotterdam en Samenbouwen Rotterdam. Wat is uw opmerking, vraag aan wie? Het is aan Marco Pastors en I like to do it in English because it refers to your intervention that you were giving earlier. I was very interested in what you were saying, but you were telling us that it was very good to get the volunteer organizations together to make a civil society through a civil society, the idea that you gave in Düsseldorf. And one of the things that I've seen through the years is that we very many times think in projects. Projects are small, short-term, and I know there are some of the people, some of the youngsters in Afrikanerwijk, one of the centers in Rotterdam, that say, I'm not coming anymore if anybody is approaching me, because the only thing they want to have is a signature so they get their money and they be gone tomorrow, next year. So I was thinking, I want to ask to Marco, what is the idea of the long-term idea, not just from the national program, but also how will you involve other societies, other volunteer organizations? I know as a platform, we do a little thing. We have our peace programs, but how do you get the organizations together that you will have a long-term perspective to the young, not only young people, but also older people, and to make more network for the long time running? Because I see that not only in the schools, but in long, if you talk about older people as well, they lack the network, and very often they are looking for a job in technique, in healthcare, and et cetera, they don't have the network. So how do you think about getting this kind of long-term visions in civil society?
Ik ga de vragen even in het kort in het Nederlands herhalen. Dankjewel. U kunt zo direct overigens gewoon in het Nederlands spreken. Hoeft zeker niet in het Engels hoor. En ik ga naar Marco toe, want aan jou was de vraag gesteld. En die had ik zelf eigenlijk ook wel. Op langere termijn, hoe werken jullie samen? Hoe werken jullie samen met vooral de vrijwilligersorganisaties in Rotterdam-Zuid? En die kunnen ook van religieuze beschouwing uiteraard hebben. En hoe is jullie lange termijn perspectief daarin? Marco? Ja. Ik doe die short answer in Engels. Not. En ik zal het in het Nederlands gewoon in iets, Nederlands. Iets wij langer onze doen. Vertaler die het naar ja. het Engels toe vertaalt. Wij hebben... er is een heel scala aan integratie, wijkachterstandsprojecten geweest voordat het Nationaal Programma begon. Daar zat een heleboel van dit soort initiatieven in. En dat komt een beetje neer op wat ik net ook zei. Mensen komen er wel naartoe, maar lang niet allemaal. Hè. Het zijn vooral de lieve, een beetje verbaal ingestelde mensen. Die willen naar zoiets komen, of zoiets in Düsseldorf. Dat is best wel goed, maar een deel komt niet. En je kunt je de vraag stellen, hoe verandert hun leven daarna? En dat is toch maar heel beperkt. We hebben in het begin... met religieuze gemeenschappen gesproken, in Den Brede. Kunnen we niet een afspraak maken? Hè? Dat er zijn mensen in jullie achterban die heel goed overheidshulp kunnen gebruiken. Er zijn mensen die overheidshulp nodig hebben, die zich heel erg thuis voelen in diverse religieuze gemeenschappen. Kunnen we die verbinding maken? Hebben we een aantal vergaderingen aangeweid en we zijn daar niet uitgekomen. Omdat het dan toch is, ja... We hebben een beetje onze eigen... Mensen voelen zich veilig bij ons. Om dan zomaar te zeggen... Ja, maar als je een uitkering hebt, moet je ook aan het werk. Dan wordt het een stuk minder gezellig in de kerk. En dat geeft verder niet. Maar op die manier hebben we die klik niet kunnen maken. We hebben ook met de islamitische gemeenschap een convenant gesloten. Hebben ook afgesproken... Kunnen we in de pauzes op vrijdag, hè, tussen de gebeden in... Kunnen we... daar kunnen wij ook komen. Dan kunnen we praten met mensen over problemen en dat soort dingen. Daar zijn we met goede intenties allebei mee begonnen. Maar na een tijdje bleek gewoon, ja, het werkt niet. En wat zeiden de religieuze leiders in de islamitische gemeenschap? Die zeiden, ja, wij hebben dat gezag niet. Mensen komen hier om te bidden. Die voelen zich thuis om landgenoten tegen te komen. Als wij zeggen, er zijn ook problemen en daar kun je hulp bij krijgen. Daar komen ze hier niet voor. En op die manier hebben we dus op een goede manier afscheid genomen van elkaar. Wat doen we wel? We kennen iedereen zonder werk. Die hebben een uitkering. Die kennen we. Die kunnen we gewoon uitnodigen, vragen enzovoort. Alle kinderen zitten op school. Al onze scholen geven 10 uur extra les. Zijn 10 uur extra per week open. In die tijd doen wij een heleboel dingen die anders die vrijwilligersverenigingen ook met die kinderen hadden kunnen doen. Maar op die manier... brengen we direct door in dat dagelijks leven. En er is hier veel verenigingswerk, er zijn hier veel religieuze gemeenschappen. Die worden ook keurig door de gemeente ondersteund, daar waar dat nodig is. Maar als je nou kijkt naar de interventies die het echte verschil maken, dan hebben we elkaar op dat pad gewoon nog niet kunnen vinden. Oké. Een hele korte reactie mag u geven, en dan ga ik door naar wat andere vragen. Ik denk dat mijn vraag verkeerd begrepen is. Wat het voorbeeld uit Düsseldorf had een grote groep van 55 organisaties, waarbij ze zeiden, we hebben een organisatie gerealiseerd voor de civil society. Dus we zorgen dat al die organisaties bij elkaar zijn. Daarmee maak je netwerk. Dat is wat anders dan dat je zegt, nou, is het zo dat je mensen naar het Nationaal Programma brengt? Dus de vraag is... of het een gedachte is om zo'n grote groep van civil society inderdaad te maken in Rotterdam, zodat je naar de lange termijn netwerk maakt en zorgt dat netwerken elkaar ontmoeten. Oké, helder. En kan eigenlijk misschien het bureau van het programma Nationaal Rotterdam-Zuid dat daarin voorzien, of zou dat een andere organisatie daarnaast moeten zijn? Als je het verschil wil maken, moet je ook beperken tot een aantal dingen die ook echt moeten lukken. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die in dit gebied gebeuren, ook die waar Dorien het over heeft, die heel erg waardevol zijn. Maar we kunnen ook niet alles naar binnen hijsen, want dan worden wij een tweede... Wij zijn een samenwerking van gemeente, rijk, corporaties, schoolbestuur enzovoort. We moeten kiezen bij welke dingen die deze partijen doen, kunnen we een doorbraak, een extra accent zetten. En welke dingen zeggen, nou dat is goed, maar daarvan zeggen wij, ja, dat maakt toch minder het verschil dan alle kinderen...
8 jaar lang in het basisonderwijs, 10 uur per week extra in de school hebben, om daar te praten over bijles, of praten te zorgen voor bijles, voor wereldoriëntatie, voor wat wil je worden later, en dat soort dingen. En een van onze kwaliteiten is dat we ook betrekkelijk helder zijn in onze keuzes. En dit is er wel één. Ja. We hebben hier wel direct, denk ik, een kern te pakken. Ik heb al wat vingers gezien en die ga ik nou naartoe. De kern inderdaad van de taakafbakening voor het programma Rotterdam-Zuid, het bureau. En inderdaad de vele vrijwilligersorganisaties die er allemaal zijn. Ik stak u daar die vinger op. Wilt u heel even hier bij mij komen staan? En even naar die kant. Ja, uw naam? Mijn naam is Shakir. Ik ben hier ook op betrokken in Rotterdam-Zuid. Ik heb weer verschillende trainingen gegeven. Ik heb gezien eigenlijk gekeken naar deze initiatieven. Ik vind het helemaal goed. Ik zie tussen eigenlijk loopbaan, coördinatie. En ik heb eigenlijk de laatste spreker gehoord dat het gaat over de identiteit en de ontwikkeling van de jongeren. Ik mis een groot eigenlijk punt. Het gaat over de samenwerking. En ook wie gaat dit coördineren? Want die jongeren eigenlijk, als het gaat alleen maar over het baan zoeken in de toekomst. Maar eigenlijk, waar blijft het rol van de ouders? Ze zijn heel belangrijk en essentieel in dit verhaal. Want ik vind eigenlijk het samenwerken met de ouders en de ouders ook voorbereiden en ook een paar tools te geven om hun te kunnen eigenlijk motiveren om een rol te kunnen spelen in de samenleving. Dan alle initiatieven, ik blijf nog gewoon in een vicieuze cirkel, maar ik kan niet verder gaan. Ik zie dat wel, goed initiatief, maar zonder de betrokkenheid van de ouders kunnen wij dat niet waarmaken. Dank u wel, meneer. De betrokkenheid van de ouders. Veel dan, mag ik jou hier even een reactie op vragen? Ja, het was ook een kort pitch. Ik heb oude betrokkenheid wel even genoemd als kernonderdeel van het programma. En die is heel erg belangrijk. Wat we eigenlijk op de scholen doen, is inzetten op in de school de docenten, mentoren en dergelijke. Voor de arbeidsmarkt, de werkgevers en de ouders. En nu blijkt ook uit onderzoek vanuit de eerste jaren van het programma, een van de aanbevelingen was, maak dat sterker. En ik denk dat we ook nu na de implementatie van het programma in de fase zijn dat we die kwalitatieve slag aan het maken zijn. Dus waar kunnen we de verdieping in gaan? En daar staat ouders staat er echt bovenaan. We zijn nu ook wederom met EU-middelen, het eerste deel van het programma was ook zo gefinancierd, zijn wij aan de slag gegaan op 6 pilotscholen, waar we eigenlijk hebben gezegd, nou ja, we hebben het programma, we hebben het bereik. Hoe zorgen we ervoor dat het samenhangender wordt, structureler wordt, maar hoe zorgen we ook voor dat die essentiële onderdelen in zo'n schoolloopbaan bij elkaar komen? Dus binnen de school, de ouders en dergelijke. En oude betrokkenheid is een van de werkpakketten eigenlijk. Hè. Er zit echt iemand op om te kijken van, hoe zorgen we ervoor dat deze ouders naar een open dag gaan? Hoe zorgen we ervoor dat zij snappen hoe het onderwijssysteem in elkaar zit en wat nou ook belangrijk is? En als we de jongeren meenemen in het toekomstperspectief bieden en te laten zien van, joh, wist jij dat er zoveel meer mogelijk is op die arbeidsmarkt later? Dat zou je dat ook aan met de ouders moeten doen. Veel dan, samen. Even interimperend. Ja. Kunnen jullie via de scholen voldoende in contact komen met de ouders? Of gaat dat misschien makkelijker vanuit een moskee? Of in de synagoge of in de christelijke kerk om daar ook naartoe te gaan? De sportverenigingen inderdaad, om ze daar te ontmoeten. Of lukt dat voldoende via de scholen? De scholen zijn natuurlijk de link naar de ouders voor ons. Kijk, voor ons zijn het een schoolloopbaanoriëntatieprogramma. We komen op de scholen om eigenlijk die perspectieven te bieden aan die jongeren die daar op school zitten. En via die scholen hebben we ook de contacten met de ouders. En dat doen we samen met de scholen, want eigenlijk wat je wil voorkomen is dat je het versnippert. Dat de school wat doet aan loopbaanoriëntatie en dat wij daarnaast iets gaan doen. Nee, we willen het echt samen doen. En dat is wel het speelveld waarop wij ons bevinden. Oké, ik ga hier even naar Amina. Kom even hier naast mij staan en draai je om, dat we in de camera kunnen kijken. Amina, hè? Krachtvrouw, prachtvrouw. Ja, krachtvrouw, dat is. ik terug bij de meneer die het zegt over betrokkenheid voor de ouders. Alles wat ze doen, ik vind het prachtig, maar als opvoeding thuis is niet goed, dan gaat het allemaal verkeerd. En opvoeding is op school, straat en thuis. Maar ik denk thuis is het belangrijkste. Veel problematiek. Als veel problematiek thuis is, armoede spelen ook, huiselijk werk. De kinderen die hebben geen rust thuis.
kan niet verder gaan. Dan, en als ik kijk naar de mevrouw over samenwerking met vrijwillig, we zijn stadmaker, we maken de stad. We zijn een vrijwillige organisatie. We hebben nooit gevraagd om te doen. Alles wat we doen met liefde, om te iets teruggeven aan onze stad. We moeten gezien worden en geondersteund worden. Dank naar, ik heb een heel mooie, prachtige organisatie achter ons, Donadaria. Maar ik praat niet over mezelf, ik praat algemeen Rotterdam. Hij gaat over ons allemaal. En wat ik mis is dat liefde en niet hard te zijn. Nu is gezegd, je moet gaan werken, maar je vraagt iemand, ga je werken? Die hebben niet vandaag eten, of ze weten niet waar ze gaan slapen, of ze weten niet wat er gebeurt in huis. Zo, eerst moet gekeken worden in de wijk, wat is de problematiek in de wijk, en hoe kan wij de economie van de wijk overbrengen? Dat mis. Dat wordt gemist. Karin, ik ga even naar jou toe. Ouders inderdaad, zeker. Maar die ouders die in een uitkeringssituatie zitten, die bijna 40%, want jullie zitten nog niet aan de 37,5% die eind volgend jaar gehaald wil worden. Zijn die voldoende in staat, kunnen jullie die voldoende bereiken om inderdaad te helpen bij de opvoeding van de kinderen? En werkt dat inderdaad om dan ook een wijk verder vooruit te helpen op een gezin? Ja, die ouders die zijn ontzettend belangrijk. En wat u zegt is heel terecht. Als ouders thuis de goede dingen doen en daarin ook ondersteund worden om goede dingen te doen met hun kinderen, dan komen die kinderen verder. Maar dat is ook goed voor de ouders zelf. Ik wil een aantal voorbeelden noemen. Wilden had het net over loopbaanoriëntatie en ouderbetrokkenheid. Een van de dingen die we aan het doen zijn, is we hebben een oudercursus ontwikkeld. Speciaal voor ouders die ook een uitkering hebben. Want dat zijn ouders die vaak helemaal geen beeld hebben van hoe de beroepswereld en hoe carrièreperspectieven eruit zien. Ook omdat ze niet kunnen putten uit eigen ervaring. Dus voor die ouders is het juist des te moeilijker om het met hun kinderen te hebben over wat wil ik later worden, waar ben ik goed in, et cetera. Die cursus hebben we zo laten opstellen dat die ook gericht is op mensen die in een uitkering zitten. Nou, wat ik net nog als een soort sneak preview wilde houden, is we hebben in de wijken zogeheten leerpraktijkcentra. En dat zijn centra waar mensen heel laagdrempelig werkervaring kunnen opdoen, maar ook tegelijkertijd werken aan zorgen, hun schulden als die er zijn. Ze krijgen taaltrainingen, et cetera. In die cursus of in die wijkleerpraktijkcentra willen we ook graag juist deze cursus aanbieden, zodat de ouders daarmee ondersteund worden. We hebben een aantal jaar geleden onder de noemer topouders gesprekken gevoerd met ouders in Rotterdam-Zuid. En dat hebben we gedaan op scholen, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan bij speeltuinverenigingen. Dus plekken waar ouders opkomen en gewend zijn aanwezig te zijn met hun kinderen. En in die gesprekken blijkt ook dat ouders zeggen van ja, ik wil het beste voor mijn kind. Er is geen ouder die niet het beste wil voor zijn kind. Alleen vaak is het zo dat ouders net de ondersteuning missen om dat te kunnen doen. Dus langs die gesprekken wilden we ouders ook juist daarin laten zien welke mogelijkheden er zijn. En dat er ook bijvoorbeeld een wijkteam klaarstaat voor hen als ze hulp nodig hebben. Nog één opmerking. Binnen het programma Samen voor Zuid is er natuurlijk een heel groot deel van de mensen die nog niet direct aan het werk kan. Die mensen zijn natuurlijk ondersteunen via allerlei andere middelen. En vrijwilligerswerk is een manier om aan het werk te gaan. Dus er wordt al op Zuid met heel veel vrijwilligersorganisaties gewerkt om mensen juist te helpen ritme te ontwikkelen. En laten we zeggen, de kleinere stapjes te maken op weg naar werk. Dus richt met vrijwilligerspartijen is er wel degelijk samenwerking om ze te ontwikkelen. U steekt heel vaak uw hand op. Ja, ik kom nog heel even bij u. Nee, even hier. Gaat u staan, Amina. Ken je inderdaad die leerpraktijkcentra? Ben je daar al geweest om iets over opvoeding te horen? Ja, ik ben niet geweest, maar ik heb een hele grote achterband mensen. Dat ik weet dat die verhalen heel goed over Rotterdam. En het gaat over, als mensen zeggen, ze moet doen, ze gaat andere weg gaan. Zo, je moet mensen met de liefde en loslaten mensen om iets mooi te doen. Dat mis ik. Wij doen deze, wij moeten tellen hoeveel mensen hebben wij gescoord. En daar is het om.
Je moet mensen laten met hun normen en waarden en zeggen, deze is jouw stad, doe iets moois voor anderen. Het gaat echt. Amina, wat een mooie oproep om vanuit inderdaad je hart, vanuit liefde, vanuit het erkennen van de identiteit van iemand die zo nauw betrokken is in de eigen wijk, om te kijken of je tot iemand kunt doordringen om die stappen te zetten naar een juiste keuze, inderdaad, qua studie en werk. Shirine, ik kijk heel even naar jou. Zijn er al vragen? Nee, ik heb er hier al drie. Simone, Lucienne en daarna Gennet. Lucienne, oké. Kun je even een beetje naar hier naar mij toe komen? En wij kijken dan ook even in de camera. Lucienne. Gewoon een vraag die bij me opkomt. Wat is fantastisch als je hoort wat voor initiatieven er allemaal genomen worden binnen dat proces van eigenlijk gemeenschapsopbouw binnen zo'n wijk. Mijn vraag is eigenlijk, ik denk ook een beetje aan wat die burgemeester, de beste burgemeester van de wereld zei. Want de beste mens is de mens die dienstbaar is. En ik vroeg me af van dat dienstbaar zijn. Hè? Want ik hoor een heleboel dingen van mensen helpen om aan het werk te komen, om een opleiding te doen. En hoe doen we dat dan? Maar wordt er ook systematisch, is dat ook geborgd, om tegelijkertijd naast die eigen ontwikkeling, parallel daaraan, ook die ontwikkeling te bieden en de vergezelling daarin, om niet alleen te kijken naar van hoe ontwikkel ik nou mezelf, maar tegelijkertijd altijd dat te verbinden en hoe kan ik nou bijdragen aan een betere wijk? Hoe kan ik vanuit de capaciteiten die ik ontwikkel in mijn eigen ontwikkeling ook altijd bijdragen aan die betere wijk om me heen? Op welke leeftijd dan ook? Of dat nou over kinderen gaat, of over jeugd gaat, of over volwassenen gaat. Maar dat eigen ontwikkeling altijd gekoppeld zou kunnen zijn aan dienstbaarheid. En ik moet daarbij ook aan denken aan de laatste spreker. Ik vond het fantastisch wat je zei. Dat van als je jongeren aanspreekt, niet op, net zoals jij zegt, die worden vaak gezien als problemen en hangjongeren en weet ik veel wat. Maar dat als je juist in gesprek gaat met jongeren, ze juist heel creatief blijken te zijn en graag bij willen dragen aan die betere wereld. En ik vraag me af of die potentie, die denk ik ieder mens heeft om bij te dragen, of dat ergens systematisch geborgd wordt in het plan. Oké. Okay. Een heldere vraag die ik ook to you, Katharina. I want to ask you that question as well. Do you have any experiences from other cities in Europe where servitude, service-minded attitude, if that really helps to give more perspective to younger? And then afterwards naar Mehmet en één van de leden van het programma Rotterdam Zuid, een reactie. Okay. Yeah, I think it's a good question. And I think it really speaks to the very core of how you want to create inclusive neighborhoods and how you can really include young people in that as well. And I would say I would probably get back to the project that I just mentioned, because that really had that neighborhood aspect. To really see how young people can be included in neighborhoods. And the way that our projects work, perhaps also as a background information, is that we as EuroCities, we partner up with different cities across Europe to work on different issues. In this case, for instance, the volunteering aspects of integration work. So in that sense, there are definitely several other cities across Europe, from, I don't know, Cesena, for instance, to Madrid, to I think in this instance, it was also Warsaw was on board. I think Oslo, I remember as well. So I think there is definitely a good sort of overview of that. And I'd be happy to share with you the sort of summary report that we produced in the end. We also produced quite a nice toolkit, I would say, with some very practical steps on how to take that further. So I'd be happy to share that with you. And then, of course, for us, it's also important to kind of see how we can connect those local level examples with our advocacy in terms of EU policy development, right? And this is also something where perhaps I would like to come back to a little discussion that was happening in the beginning of the question and answer, because
something to keep in mind as well is for these projects, we are applying for EU funding, right? So that's something that very much supports the work that we're doing with the cities. But we're also aware that simply by the nature or the shorter nature of that funding, sometimes it's a little bit tricky to make that connection to more sustainable practices at the local level and to really try and mainstream these good practices that have been established in one project throughout different systems and throughout different needs in the city. So this is also something that, I've heard that, unfortunately, I would say, of course, from many different cities, that that's also an issue, that we need to make sure that funding like that can become more sustainable and more supportive and more adapted to the needs at the local level. It's something I will also take perhaps from this discussion, but just to come back on that aspect as well. And then, of course, as I mentioned just now, I'm happy to share with you afterwards the report, and I hope it's useful for you as well. Thank you, most certainly. Mehmet, als ik even naar jou toe ga, met wat Lucienne inderdaad opmerkte. Wat is jouw reactie daarop? Doet hij het? Jazeker. Hele mooie opmerking, ook een hele mooie vraag. Ik denk wel, voordat je die stap zet, dus de verwachting van jongeren om iets te doen voor de wijk, voor de buurt, denk ik dat je ook heel goed moet kijken van, ik benoemde in mijn praatje al dat we weten dat er een hele sterke binding is van heel veel met de wijk en de buurt. Maar is dat dezelfde wijk en de buurt, dus de manier waarop wij wijk en buurt definiëren, is dat ook de definitie die de jongeren eraan geven? Ik denk dat het heel belangrijk is om die psychologie daarachter beter te kunnen begrijpen. En ik denk dat daar een hele belangrijke mismatch is. Dat jongeren heel duidelijk een soort binding hebben met de wijkbuurt vanuit de eigen voorwaarden, vanuit de eigen kaders. En dan hebben wij het over, vanuit het beleid, vanuit onderwijs of noem maar op, hebben wij het over een wijk en een buurt. Gaat dat dan echt over dezelfde, weet je al, je kan het hebben over een fysieke omgeving, dat is prima. Is dat ook wat de jongeren daarin bedoelen? Dus wat dat betreft denk ik dat het heel belangrijk is om een stap eerst terug te doen, om die jongeren heel goed daarover, en die jongeren, het is niet een geheim of zo, alleen het is veel meer een communicatieding, het is veel meer, gaan we dat gesprek wel op de juiste manier aan met de jongeren om echt, dan echt te begrijpen wat juist die binding is dat zij met de wijk of met de buurt hebben. Ik denk dat stap één is om vervolgens die verwachting ook te creëren van wat doe je dan voor de wijk? Misschien denkt zo'n jongere ook, ik doe al heel veel voor mijn wijk, weet je wel? Ik zit al heel erg in de wijk en ik heb wel een verbinding en weet je wel, ik heb vrienden en ik probeer bepaalde dingen te doen. En misschien is dat niet eens een punt wat wij dan heel erg erkennen en herkennen, terwijl dat in zijn of haar beleving juist een heel belangrijke bijdrage is. Ik denk dat gesprek voeren is echt een voorwaarde om die verwachting te creëren. Ik kijk even. Ja, ik wil Marco, ook wel wat zeggen. Marco, jij even laten reageren. Herken je dat of wordt het gesprek ook op die manier gevoerd om de jongeren te bereiken? Ja, we hebben een aantal jaren geleden een jongerentop georganiseerd. Met ook in wijken aanlooptop. Daar merk je toch dat heel veel jongeren zich over dezelfde dingen zorgen maken als zeg maar, nou ja, wij, hè, de verzamelde maatschappij, om het te doen. En dat ze ook zelf zeggen, ja, maar als dat beter geregeld kan worden, hè, die schoolcarrières, dat ik en mijn klasgenootjes, hè, dat praat altijd makkelijker over anderen, dat die het maximale eruit halen, dat zou wel heel fijn zijn. Voor nu en voor later, om je beter te voelen. Dus in die zin stemt die agenda wel heel erg overeen. Als je dat gesprek ook goed voert, als je het zeg maar een beetje laat lopen, voor je het weet, heb je het dan over dat ze in hun vrije tijd niks te doen hebben. Ja, dat hoort ook een beetje soms bij puber zijn, hè, om het zo maar te zeggen. En als je dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dan moet ik iets gaan organiseren. Maar je kunt ook zeggen, nou, dat heb je al iets geprobeerd, hè? De sportvereniging, een bijbaantje of dat soort dingen. Nou, dan merk je dat ik noem dat het normale leven, dat soort dingen heel moeilijk bereikbaar is voor ze. Want ze kennen niemand. Aan wie moet je dat vragen dan, een bijbaantje en dat soort dingen. Nou, dan, kijk, dat zijn dan dingen waar je mee kunt helpen. Voordat je ze een circuit instuurt om te zeggen van, we hebben een buurthuis en als je verveelt kun je met z'n allen daar naartoe. Dat is de laatste oplossing, hè? Die heb je nodig. Maar als het even kan, via een gewone sportvereniging, via bijlessen en dat soort dingen. En dat vinden jongeren ook. En dat is wel, zeg maar, een beetje het gesprek wat hier een beetje hangt.
stel je echt een beetje voor in... Het is natuurlijk fijn als je mensen af en toe een goed gevoel kunt geven. En dat is ook heel belangrijk. Dat moet ook. Maar als je een leven hebt, hè, wat mensen hier hebben... dat je bij wijze van spreken je kinderen niet alleen naar buiten durft te laten gaan... omdat op de trap een buurman woont die je kinderen slaat. En dat gebeurt. Dan moet je daar wat aan doen. Hè. Dan moet je iets doen aan, nou ja, dat heet dan woonoverlast en dat soort dingen. Kijken of het op te lossen is en anders moet er iemand verhuizen. Dat zijn problemen. Als je een man hebt die zijn geld aan het vergokken is... waardoor je geen eten meer kunt kopen, dan wil je daarbij geholpen worden. Als het kleine leven, het dagelijks leven van deze mensen zo overhoop ligt, en dat is bij een heleboel mensen zo hier, dan moet je vooral daarop richten en daaraan werken. En dan vervolgens zeggen van ja, hoe gaan we de week eens een beetje inrichten? Wanneer gaan we aan de schulden werken? Wanneer gaan we iets aan die woonoverlast doen? Wanneer gaan we, weet ik veel, bijles voor je kind regelen? En wil je verder nog iets? Hè? Maar dat is wel een verschil tussen... dat je af en toe iets organiseert waar mensen even een versterking halen... en dat ze daarna toch weer weggaan, omdat ons leven al... Dus eerst, Marco, uit jouw verhaal, zorg dat die omstandigheden op orde zijn... en dan kun je iets makkelijker dat andere gesprek aangaan. Ik weet dat er een vraag is vanuit huis. Shirin, ik houd de microfoon gewoon, blijf zitten, want jij bent het volgen. Roep de vraag even. Worldwide, realizing gender equality and the empowerment of women and girls makes a crucial contribution to the progress of poverty reduction. What is your perspective on the empowerment of mothers and girls in Rotterdam Zuid? Oké, okay. Nou dan kijk ik toch even naar Karin als eerste. Is dat correct? Oh, zijn dat er mag, specifieke ja. programma's voor moeders? Nou, met name alleenstaande vrouwen hebben, als je kijkt naar een uitkering, zijn die daarin juist oververtegenwoordigd. Dus dat betekent dat heel veel kinderen opgroeien in gezinnen die niet compleet zijn, om het zo maar te zeggen. En op zich is daar niks mis mee. Maar het is wel vervelend en naar als die kinderen dus niet de ondersteuning kunnen krijgen, en die moeders ook, om... ja, wat van het leven te maken, om het zo maar te zeggen. Dus in het programma richten we ons daar ook heel erg op. We hebben onderdeel van het programma is een zogeheten werkweekagenda. En dat gaat heel erg over ja, structuur brengen in je, nou ja, in je week. Dus in 32 uur werken aan je schulden, aan je zorgen, maar ook werkervaring opdoen. Of een taal leren naast je kinderen. Dus dat zijn voor ons hele belangrijke thema's, omdat dat juist, de burgemeester gaf dat net ook aan, hè, je trekt jezelf ook omhoog uit dat moeras, zoals hij het zo mooi zei. Kijk, en wat dat betreft, onze loopbaanoriëntatieprogramma met techniek en zorg en logistiek, wij toevallig vandaag nog teksten zitten corrigeren waar het woord man werd gebruikt, heb gezegd nee, schrappen, want we spreken iedereen aan. En we willen ook dat meiden kiezen voor carrièreperspectieven waar ook werk in te vinden is, zodat ze niet straks inderdaad terug moeten vallen op een uitkering, terwijl dat niet nodig is. Dus ja, absoluut. Vrouwen, alleenstaande vrouwen, moeders, zeer belangrijk. Zij zijn sterker nog heel bepalend voor keuzes die jongeren vaak maken. Die spelen daar een hele belangrijke rol in. Herkenbaar. Er is ook zo'n gezegde, hè? Als je vrouwen inderdaad onderricht geeft, als je vrouwen opleidt, dan leid je in feite de hele wereld op. Hè? Ik ga even naar Gennet. Gennet, kom heel even hier staan. Gennet, ik ken even naast mij, we draaien inderdaad even om. Ik ken jou, je werkt bij Vluchtelingenwerk Nederland als participatiecoach op integratie. Ik weet ook dat je een onderzoek hebt gedaan... Eritrese gemeenschap en de integratie van de mogelijkheden of de belemmeringen van deze gemeenschap hier in Nederland. Wat is jouw vraag of bij mij? Oké, mijn vraag is voor Mehmet. En mijn question is voor Mehmet. Actually, last year I made a research conducted by Erasmus University, the experience of Eritrean and Ethiopian migrant in The Hague. My question in related to identity is there any research
or documented research conducted by Erasmus University at this moment, if the migrants are well studied in this case, what is the perception of the migrants towards the Netherlands society? What is their perception? They are stereotyped towards the Netherlands society. So this is my question for Mehmet. Mehmet, heb je me begrepen inderdaad? Ja. Is dat onderzoek ook gedaan onder migranten zelf? En hoe kijken migranten tegen de Nederlandse samenleving? Ja, dan heb je het echt over vluchtelingen en statushouders op dit moment, toch? Ja. Jazeker. Ik focus me in mijn eigen onderzoek veel meer op jongeren die gevlucht zijn. Ik weet van collega's, Jacco Dagenfos bijvoorbeeld, hij heeft heel veel onderzoek gedaan vanuit Erasmus. Ook, hij is ook onderzoeker bij het verzorgingsbureau, onder juist vluchtelingen en statushouders. Wat ik wel weet is, de manier waarop ze naar Nederland kijken, vaak ook verschillend is tussen de jongeren die hier geboren zijn, maar van de ouders of grootouders, wel zijn gemigreerd, dat er dan een verschil is tussen eigenlijk de manier waarop er naar Nederland wordt gekeken, dat veelal statushouders iets positiever zijn dan bijvoorbeeld de jongeren die geboren en getogen zijn. En vaak wordt dat geproblematiseerd vanuit het idee dat, weet je wel, het idee dat die jongeren hier nog steeds wat gast zijn, terwijl ik denk van ja, die jongeren zijn onderdeel van deze samenleving, die hebben het volle recht ook om de kritiek te leveren. Maar je ziet wel echt dat stukje dankbaarheid van heel veel statushouders zie je veel vaker terug ten opzichte van de jongeren die hier getogen zijn. Dat is het enige wat ik erover weet. Dat is echt niet mijn specialiteit. Dus ik kan er heel veel woorden aan vuil maken, maar veel meer wijzen. Dus ik denk dat ik het hier wel heb. Oké, prima. Oké. Liam, please come here. Heel erg bedankt voor deze interessante gesprek. Het is een echt belangrijke onderwerp vandaag. En voor mijn Nederlands is niet perfect, maar ik zal het proberen. Ik was aan het denken met alles in deze gesprek. Wij zien hoe het klinkt dat er zijn veel verschillende dingen nodig op verschillende niveaus. So wij hebben van deze mooie programma deze aandacht voor de educatie van alle de jongere mensen in Rotterdam zelf. Maar wij horen ook van de andere vragen, daar zijn ook iets dat moet gebeuren echt in de kleine setting, met families samen en deze, zo op verschillende niveaus. En ik ben een onderzoeker bij de VU Amsterdam en in mijn onderzoek in van de dingen wij zien is belangrijk uit alle de niveaus zijn hoe kijken wij op de jongeren. So, het maakt niet uit als het is van de overheid naar de gemeente of als familie. Hoe kijken wij aan jongeren? En ik denk het gaat echt over wat Mehmet heeft gezegd. Over wat is de verschil wanneer wij zien als problematiek. En naar wanneer wij zien dat zij hebben een contribution, een bijdrage. Dat zij kunnen bijdragen. De samenleving. En hoe verandert onze gedachte en programma als iedereen op elke niveau proberen in die manier om mensen te zien. En ik denk het is heel mooi te horen dat er deze belang geven aan de talent te ontwikkelen van elke van de jongeren in Rotterdam-Zuid. Ik denk zo, wij zien, ja, ik was aan het gesprek met jongere werkers rond de hele van Nederland over wat zijn de belemmeringen om met deze ogen te kijken naar jongere mensen. Er zijn veel dingen die misschien maakt het moeilijker. Mijn vraag is hoe kunnen wij met deze ogen kijken en wat verschil maakt het op de verschillende niveaus? Sorry, ik weet het niet als het begrijpelijk is. Zeker, heel helder. En ik ga naar Verviel dan toe en ik wil daar even iets aan toevoegen, waar wij het ook in het voorgesprek over hadden. Gisteren sprak ik met iemand uit het bedrijfsleven, ook als voorbereiding op het event. En die gaf mij aan dat de meeste bedrijven niet zozeer op zoek zijn naar jongeren met een specifiek diploma, omdat het onderwijssysteem hier in Nederland, weliswaar is dat aangegeven, maar redelijk achterhaald is en meer opleidt voor het verleden dan voor de toekomst. Omdat technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat wanneer ze van school komen, datgene wat ze geleerd hebben, al nauwelijks meer bereikbaar is. Dat bedrijven zijn op zoek naar mensen met een bepaalde houding,
willen weten inderdaad wat ze kunnen leren en gaan daarna zelf wel met die mensen aan de slag, met die jongeren. Hoe kijken wij naar het programma, inderdaad naar die jongeren? Kijken we met een bril naar de talenten en wat ze kunnen bijdragen? Of is het toch dat papiertje en die educatie? Ja, loopbaanoriëntatie is eigenlijk bij uitstek starten bij wat zijn je interesses? Hè? En vooral ook kijken naar wie ben ik, wat kan ik? Dat is de basis vanaf zeg maar eigenlijk al heel jong tot aan de uitstroom arbeidsmarkt. Wij proberen ook steeds elk jaar met allerlei interventies terug te komen op die scholen. En de basis is altijd wie ben ik, wat kan ik, et cetera. Wat wij doen, wat wij daaraan toevoegen, is die blik op de tekortsectoren, de kansrijke sectoren, omdat we merken dat ze dat stukje missen. Je kan een werkbezoek brengen aan bijvoorbeeld een bedrijf wat je niet van huis uit kent of vanuit je buurt kent, waar ongelooflijk goede arbeidsmarktperspectieven zijn. Je kan ook een werkbezoek brengen aan de Albert Heijn, maar de Albert Heijn kennen ze al. Dus daar proberen wij die aandacht voor te brengen, dat dat stukje wat ze missen, dat ze dat meekrijgen. Dat geldt trouwens ook wel voor ouders. Wat was over die ondernemer? Die ondernemer. Ja, die ondernemers inderdaad. Die werkgevers waar je natuurlijk die baangaranties geven. Ja. Het maakt niet uit uiteindelijk als ze dat papiertje echt hebben. Ze mogen gewoon komen, want ze willen ze toch wel verder zelf opleiden. Ja, je hebt opleidingsbedrijven binnen het programma ook. Hè? Dan kan je kiezen voor de BBL. Dan kan je eigenlijk al, dan ga je één dag in de week naar school. Dan werk je erover. Dagen, dan word je opgeleid. Dus die mogelijkheid hebben ze ook. Daar kiezen trouwens ook weinig jongeren van Rotterdam-Zuid voor. En daar proberen we ze eigenlijk ook over voor te lichten en ook te enthousiasmeren. Er liggen ook heel veel kansen om tegelijkertijd te studeren en het werk te leren. Dus dat is denk ik een antwoord op je vraag. En aan de andere kant, die baangaranties, die halen ook bepaalde obstakels weg. Kijk, die obstakels van mijn talent zien en zien wie ik ben. Als een werkgever zegt van, Ik zie jou en als jij deze opleiding kiest bijvoorbeeld, dat heeft ook te maken met volhouden op die opleidingen, om bijvoorbeeld uitval te voorkomen. En dat ze zeggen, dan wil ik graag dat je bij mij komt werken, ongeacht wat je en dat vaak wordt, ongeacht kleur of afkomst. Zoals bijvoorbeeld het elimineren van het aspect arbeidsmarktdiscriminatie. En dat werkt dus. Ja, die jongeren houden het vol en komen bij die werkgevers binnen. Ja, wat we zien nu is, we zijn in 2015 en 2016 van die aan de bak garanties. Dus de jongeren die de arbeidsmarkt opstromen nu, of uitstromen, die de arbeidsmarkt opgaan, dat moeten we nu allemaal gaan monitoren. Hoeveel dat er zijn. Het zijn ook de tekortsectoren, dus je kan een baan vinden bijvoorbeeld. Wij zien het ook vooral als een incentive eerder op school, zodat ze kennis maken met die werkgever en met de beroepen en met die sectoren. Wat een mooi aanknopingspunt om nog een keer terug te komen, om inderdaad te horen hoe het inderdaad allemaal werkt. We gaan ook naar wat laatste vragen doen. Mehmet, jij wou hier kort op reageren? Ja, op de vraag. Een hele mooie vraag. Dit wordt geen concreet aanknopingspunt, dus sorry voor dat. Maar ik denk wel een hele belangrijke. Ik denk de manier waarop we naar jongeren kijken, dus vooral vanuit die problematiek, heeft ook heel erg te maken met onze eigen manier van kijken naar de samenleving. Als we naar kinderen kijken en vervolgens bestempelen kinderen in het onderwijs bijvoorbeeld, oh ja, deze kinderen hebben een taalachterstand. Als je eigenlijk kijkt naar het woordenschat van kind X die thuis dus een andere taal spreekt, dus die ook een woordenschat heeft in die taal en vervolgens ook in het Nederlands. Als je puur woordenschat bij elkaar neemt, ik zeg maar wat, een kind heeft dus in totaal 150 woorden, zowel in taal 1 als in taal 2. En taal 1 is dan Nederlands en taal 2 is dan, ja, noem maar op. Dan is dat kind degene met een taalachterstand, want het andere kind in zijn klas weet bijvoorbeeld 100 woorden in het Nederlands. Dat is heel gek, want de manier waarop we eigenlijk het onderwijs ook vorm hebben gegeven is, ja, relatief gezien is natuurlijk Nederlands in Nederland belangrijk, dat snapt iedereen. Maar op het moment dat je het kind al vanaf dat moment al gaat bestempelen van dit is iemand met een taalachterstand, terwijl eigenlijk dat kind veel meer woordenschat heeft absoluut gezien dan het andere kind, dan is er ook iets mis met de manier waarop we eigenlijk onze samenleving hebben ingericht. Wat dat betreft denk ik dat we daar echt moeten beginnen, hoor. Van, laten we even kijken naar de flows, weet je wel, in de manier waarop we denken over onze samenleving en daarmee ook bepaalde stempels geven aan kinderen. Dat we dan pas echt kunnen erkennen van, oké, de gezonde ontwikkeling van het kind, dat is het startpunt. Daarmee ook moeten we aan de slag gaan. Sorry dat het niet heel concreet is, maar ik denk wel dat het een belangrijk discussiepunt moet zijn voor als we dit vraagstuk rondom gelijke kansen voeren, dat je zeker ook daarin, echt op macroniveau, hoe denken wij over onze samenleving en onze.
Mag ik nog wat aanvullen, heel kort? Heel kort? Ja, als we kijken naar de extra lestijd die we geven aan kinderen, gaat het nadrukkelijk niet alleen over taal en rekenen. Het gaat ook over burgerschapontwikkeling. Het gaat ook over sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat dus ook over hoe jongeren zo sterk mogelijk in het leven kunnen komen te staan. Wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat veel jongeren van ons gaan naar het VMBO en dan vervolgens doen ze een MBO, een praktische opleiding. Wij willen juist dat jongeren zich daar ook sterk in voelen. Dat ze ook zien dat ze heel erg belangrijk zijn voor deze samenleving, omdat zij Nederland draaiende houden. Dat is iets wat heel vaak onderbelicht blijft, terwijl juist die MBO-jongeren heel hard nodig hebben. Ik ga dan mogelijk de laatste twee vragen voordat we naar een afsluiting en een afronding gaan. Ik zag Sakria. Jij mag even bij mij hier naast me komen staan. Van Woonbron, de woningcoöperatie hier in Rotterdam. Hè? Ja, een van de vier woningcoöperaties. Ik weet niet of het een vraag is, maar in ieder geval een reflectie. Ik ben groot voorstander van het NPRZ-programma. En ik ben ook eigenlijk in de basis heel trots op. Dus het Europese beeld wat we ook hier schetsen op Rotterdam. En met name de fijnmazigheid. Van waarop we als het ware zorg, sociaal, veiligheid in de wijken organiseren. Ik denk dat we daar ook heel trots op mogen zijn. En ik denk dat Zuid, als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, echt stappen heeft gemaakt. Dat gezegd hebbende zie ik de afgelopen 3 jaar ook vanuit mijn corporatiepet ook de terugtrekkende beweging. We zien de zelfredzaamheid centraal staan. We zien politieorganisaties druk aan het organiseren. We zien het sociale domein waar de middelen teruggebracht zijn. We zien het welzijnswerk waar verschraling aan de orde is. En de corporaties in het terugtrekken. En ik denk dat dat echt een element is en een zorg is waar we wat mee moeten. En daar zie ik een NPRZ, een programma wat vanuit de belevingswereld van de jongeren, misschien wat onderschat ook vandaag, ook heel erg bezig is om die verantwoordelijkheid die we met we allen hebben, als civil servants zal ik maar zeggen, ook waar te maken. En die norm die we overal in Nederland, dus ook op Rotterdam-Zuid, graag willen hebben. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is in een discussie over aan de ene kant liefde, gemeenschapszin, persoonlijke ontwikkeling, maar aan de andere kant ook gewoon een ontwikkeling waarbij je ziet dat je als overheid een bijdrage moet leveren die veel fundamenteler is en veel belangrijker is dan dat wij soms zelf denken. Dankjewel voor deze reflectie. In het kader van de tijd, is er nog een belangrijke vraag vanuit thuis? Dan gaan we die nog even stellen. En dan wil ik aan ieder panellid een laatste minuut geven om even u kunt al even nadenken van nou, wat zijn voor jullie nu al de conclusies of een aanbeveling die uit dit gesprek van vanmiddag heeft gehaald? Question to Rina Bamberg, you mentioned welcoming atmosphere as an important factor for an inclusive neighborhood. Could you please specify a concrete example? What does it mean, a welcoming atmosphere? Can a language incompetency by minorities be addressed? Is there any bilingual approach as a sign of a welcoming atmosphere? Katharina, this question is for you. A welcoming atmosphere. Please try it briefly. Yes, I will, because I feel like there were a couple of questions in there that are all important and need different answers. But okay, to give a concrete example of a welcoming atmosphere, I think it's tricky because it can mean so many different things. And I think it also really depends on the sort of identity of the city, on how different communities are working together. So the examples that I can give you, they are also very specific to the local context. So that just as a short disclaimer, perhaps in the beginning. But we did actually send out a questionnaire to different cities about what they're doing to integrate migrants at the local level and how they're trying to foster that welcoming identity and openness as well. A couple of examples really stuck in my mind. So for instance, Nicosia in Cyprus, they have a very nice, very colorful neighborhood festival
every year, I think, which really brings together different cultures, brings together different communities, migrants that have been established in the cities for a longer time, but then also people that have come over recently. So it's a really nice, inclusive and open festival, and it also really shows a visible appreciation of cultural diversity. So that's one thing, just in terms of celebrating that diversity. Then I know as well in UK cities, in a couple of UK cities, they've also implemented awards for volunteers, also as a way to, sort of reward, give visibility again for the work that is being done on a voluntary basis, but that is so fundamental to really integrating people and to establishing again that welcoming atmosphere. And then also coming back to the example of Düsseldorf that I mentioned earlier, actually something that they're doing in a lot of their welcoming points is to give training on anti-racism and anti-discrimination, which of course, again, such a fundamental issue. And that I think also really speaks to trying to create an inclusive atmosphere and an inclusive approach on a very sort of basic level, because a lot of the other measures that would then be rolled out, of course, also build on that anti-racist approach and anti-racist conviction. So that's a couple of points there. And then, I think that also, if I can just add on the bilingual aspect, I think that's also important. And I think that's also where we've seen quite some improvements and innovations also now during the pandemic when it comes to public health measures and messaging about those public health measures, because in a lot of the cities that we work with in EuroCities, that is really taking on a new urgency to make sure that all of the different communities are also reached by different measures, by information about lockdown and so on. And I feel like that's also something where now a lot of cities are thinking about, hang on, can we also implement that bilingual aspect throughout more of our policies. Thank you very much, Catharina. Dan ga ik naar een afsluitende ronde waar iedereen zeg maar ongeveer een minuut krijgt. En Marco, ik wil eigenlijk bij jou, maar ik wil je even mee. We zitten hier in het Feyenoordstadion en ik kom uit Enschede en daar ben ik vaak bij FC Twente geweest. En de topvoetballers daar, die hebben in hun contract staan dat ze ook wat moeten betekenen voor juist die jongeren in deze wijken in Enschede en Hengelo. Hoe zit dat hier? Is Sparta, Feyenoord, gebruiken jullie de topsporters als rolmodellen om ook verder te komen, te inspireren en ze de juiste keuzes te laten maken? Sommige clubs zijn daar beter in dan andere. Feyenoord was daar nooit zo de beste in, maar die hadden heel veel aandacht voor het voetbal nodig ook. Hè? Dat was er ook wel mee eens. maar de laatste jaren is er een Van Bronckhorst Foundation, van Giovanni Van Bronckhorst, die ook zelf runt. En die doet ontzettend veel. En er is op dit moment ook sprake van een nieuw stadion, een nieuwe Kuip. En er zijn allerlei gesprekken met de gemeente aan de gang. Van ja, dat kan allemaal wel. Maar wat gaan jullie dan betekenen voor de wijken eromheen? En daar zijn ze nu al mee begonnen. Dus dat een paar jaar geleden had ik niet zo goed antwoord kunnen geven. Maar inmiddels gaat dat echt de goede kant. Mooi. Ja. Ik weet dat echt mooie resultaten oplevert. Dan mag jij ook nog even iets zeggen over deze middag. Wat neem je hieruit mee terug naar het bureau? Ik hoor een heleboel mooie dingen. En ik breng dat terug naar onze dagelijkse werkelijkheid. En waar wij heel erg mee bezig moeten zijn, is wat scholen zeggen. Scholen zeggen, kinderen die 7's en 8's halen, die HAVO en hoger halen, die redden zich wel, ook in deze wijken. Die gaan op een gegeven moment dingen zien, die worden lid van de bibliotheek, die letten op anderen, die leren van hun omgeving. En die pikken dat wel op, die komen wel ergens. Maar de kinderen daaronder, die intelligentie niet hebben, die hebben juist een hele sterke omgeving nodig, die als ze de verkeerde kant op zijn, joh, dat gaan we niet doen, we gaan vanmiddag die kant op. En op dat punt, voor de lager opgeleide, de korter opgeleide, daar gaat heel veel mis. En de grote uitdaging zit voor ons allemaal, hè, voor iedereen hier, wat u ook doet, zit in iets bedenken voor deze groep. Dat ook deze mensen op een goede manier, zonder brokken, kinderopvangtoeslag, ik hoef het maar te noemen, hè, daar zitten de slachtoffers van hoe alle goed bedoelde overheidsinzet en andere inzet is gevallen. En het is onze uitdaging om voor die groep te zorgen dat ze
dat ze goed de weg kunnen vinden in de maatschappij. En ja, die oplossingen, die schieten tekort. En daar moeten we met z'n allen beter in worden. Dan gaan we je bij helpen, Marco. Vildan, wat neem jij mee vanmiddag? Nou, ik heb hele mooie dingen ook, inderdaad. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om aan te geven dat het heel erg gericht kijken naar wat eventuele oplossingen zouden kunnen zijn voor mijn programma De Jongeren bijvoorbeeld. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat eerder ook aan bod kwam natuurlijk. Hoe bereik je de ouders en dergelijke. We werken heel veel samen met organisaties die ook al in de scholen zijn. Dus daar zit wel verbinding in. Dat zijn wel organisaties die al iets doen met die scholen en met die jongeren. Dat versnipperde willen we juist bij elkaar hebben. Zo hebben we de meeste impact. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Want op het moment dat je die interventies niet zo gericht zou doen. En je zou zeggen van nou ja, die hele brede oriëntatie. En niet heel erg gericht of gestuurd bijvoorbeeld. Dan ontneem je ze ook een bepaalde kans. Want deze jongeren hebben geen vangnet. Ergens in een andere wijk in Rotterdam kan je je verschillende inzichten en ideeën wel veroorloven. Maar hier eigenlijk niet. En dat is wel denk ik belangrijk om te zeggen. En ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat we heel veel samenwerken met organisaties. En ik denk ook dat het mooi is dat in diezelfde wijken vrijwilligersorganisaties actief zijn als medewijk. Oké, dankjewel. Karin. Wat neem jij mee vanmiddag? Ja, ik sta wel even aan op het woordje liefde van mevrouw op de tweede rij. Alles wat wij doen in het programma is gericht op een beter leven voor de bewoners van Zuid. Daar gaat heel veel effort, ik zou ook zeggen liefde in zitten van een heleboel professionals die echt elke dag ervoor zorgen dat mensen het thuis op orde hebben. De basis op orde is eigenlijk een uitgangspunt van het programma. En wij zeggen ook van ja, weet je, liever een paar mensen heel goed helpen, maar wel zorgen dat ze er komen, dan dat je een heleboel mensen een beetje half zo overeind houdt en die redden het niet. En daar is eigenlijk, zijn alle efforts van alle partners op gericht. En dat is echt iets wat ik meer wil meegeven naar de groep, omdat ik toch het idee heb dat dat misschien niet helemaal goed is aangekomen. Volgens mij wel. Oké. Nou, ik wilde het even checken. Ja. Heel goed. Controlfreak als ik ben. Heel goed. Die zijn nodig om dit soort programma's. Mehmet. Heb je hier iets opgestoken wat jij mee kunt nemen in je onderzoek? Ja, nee, absoluut. Ik sluit me aan bij het woord samenwerking. Ik moet eigenlijk ook direct denken aan een onderzoek dat we recent geleden voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gedaan. Voor de Gelijke Kansen Alliantie. En in dat onderzoek hebben we eigenlijk gekeken naar wetenschappelijke literatuur die gaat over wat is dat nou, gelijke kansen en op welk niveau zie je dat terug. We hebben daar een overzicht over gemaakt en daar komt eigenlijk dat als je het over gelijke kansen in het onderwijs wil hebben, in den brede, dan gaat het echt over verschillende niveaus. Het begint bij de leerling, maar de wijk is er een belangrijke factor, de school is daar een belangrijke factor, de samenleving, maar ook zeker het gezin en de familie. Wat dat betreft denk ik dat het heel belangrijk is, ook voor het kind, vanuit mijn pedagogische achtergrond, dat het kind juist die verbinding kan leggen met al die verschillende leefwerelden waarin het kind leeft. En ik denk als het kind die challenge heeft, dan hebben wij dat als opvoeders, de bredere maatschappij, hebben wij dat ook. Dus wat dat betreft is die samenwerking heel belangrijk. Niet alleen met die formele instanties, organisaties, zeker ook met vrijwilligersorganisaties. Vooral die heel duidelijk ook een zicht hebben op de wijk. Die heel duidelijk ook mensen kennen in de wijk. Echt veel meer ook die aansluiting hebben. Dus wat mij betreft denk ik dat zulke organisaties en initiatieven daar zeker ook een bijdrage en leveren. En dat wil ik ook zeker in het vervolg daar expressie in geven aan mijn onderzoek. Dankjewel, Mehmet. Dan houden wij zeker contact. Catharina, finally, I guess that Rotterdam can count on not only expertise but also money from Eurocities. But what have you learned this afternoon from Rotterdam which you can use in your work as a policy advisor on integration and migration for other cities in Europe? Well, first of all, I wish we had money to give away. That's unfortunately not in the remit of our organization, but we are always happy to work with cities and try to apply for EU funding. So if there's an interest, then please do let us know. And what I would take away probably is that I think as specific as it is in the neighborhood level in Rotterdam, I think similar discussions are really being had in cities all over Europe. And there are similar challenges, there are similar
things that are going well and perhaps also similar things where cities are now really working to improve them. And I think in that sense, it sort of reinforces my belief as well that it makes sense to work on this together and to also try to establish connections between cities across Europe. So always happy if there's an interest to try and facilitate that, and happy with EuroCities to also try and support the amazing work you're doing in Rotterdam. Thank you very much. Rachel Bayani, could you please join me here for just a brief moment, because some final comments. You're my colleague, look into the camera. You're my colleague from the office in Brussels, and this is a series of webinars on co-creating neighborhoods, social cohesion, and in different European events and also national events. What is the importance of this afternoon here in Rotterdam for the European events? Thank you, Mira. No, it's very important. We had a very similar event at the European level, which we hosted with the European Parliament Intergroup on Anti-Racism and Diversity. And just as Katharina was saying, the conversations are very similar. If you look at European cities, I think they're among the most diverse cities in the world. And I come from Brussels. And if you look at sort of the data, it's, I think, the second most diverse city in the world. And so there's many, many things we need to learn. And we heard so many different dimensions of the things that we all have to learn. And just the realization that it's not just one thing. Institutions have a very particular role to play, but so do communities, so does each individual, so do families, as was pointed out. So also not to think that this is a very simple or easy thing to learn about, but that needs to be a joint learning process, which happens at many, many different levels. And I think that became very, very clear. And what also became clear is this specific setting of the neighborhood. And I think it's a small geographical setting, whether it's a neighborhood in a city or in a village. I think there's much to learn about what that broader question of how do we not just live side by side, but really as how do these diverse populations live together? And that doesn't mean just, you know, once in a while taking the bus together. It means something much, much deeper. And it means how do we jointly transform a neighborhood in which we live. And I think there are many questions to learn about, and I heard so many today. So one is also, and I think this was pointed out several times, how do you see diversity, not just as this thing or this problem that needs to be managed, but really how is diversity this huge reservoir of wealth and beauty that we can tap into? How do we see each individual in the neighborhood, whatever his or her background, cultural, religious, or other, as this person endowed with many, many skills and capacities, and capacities that are unique and that can contribute in a very particular way to the transformation of a neighborhood? How do institutions learn to engage with the local reality and learn to tap into the reading of local populations about what their own reality is and needs? And how do populations learn in turn to trust their institutions and to work with them? And I think I could go on and on. There's so many questions, but thank you so much, really. And I'm sorry, I'm turning my back to you for really co-hosting this, both with the Baha'i community of the Netherlands and the Baha'i International Community Brussels office. Dankjewel, Rachel, voor deze woorden. Ik ga inderdaad dan nu afsluiten. En dat doe ik inderdaad door het bureau van het programma, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Marco, Vildan en Karin, van harte te bedanken voor deze opportunity, deze kans om elkaar te leren kennen, om van elkaar te leren, om te horen hoe jullie inderdaad het programma, om mensen een beter perspectief te geven, om mensen inderdaad, hoe jullie dat vormgeven. Dank Mehmet natuurlijk voor jouw bijdrage vanuit een academische
boek, jouw onderzoek en met wel degelijk ook je eigen achtergrond en kennis. And thank you, Katharina, for your contribution as this policy advisor from Eurocities. Ik wil Sherida vragen om het bedankje van onze kant uit ook te laten zien door middel van een vrije boodschap te geven aan deze panelleden. En ik kan echt niet goed genoeg benadrukken hoe fijn en hoe betekenisvol wij het vinden om deze middag als Baha'i-gemeenschap Nederland met het bureau in Brussel, maar met jullie inderdaad hier in Rotterdam, in de stad waar de beste burgemeester ter wereld de scepter zwaait en al heel erg lang. En dat weet ik. En het is zo te werken dat de beste burgemeester van Rotterdam is, maar het is van de wereld. Dat hier inderdaad vanmiddag te mogen doen. En wat duidelijk is geworden is dat weet ik ook hoe belangrijk het is om omstandigheden qua huisvesting, qua praktische zaken op orde te hebben voor mensen. Om inderdaad een mindset te krijgen dat ze openstaan voor diepere contact en de inspiratie en mensen verder te kunnen helpen om met liefde inderdaad ervoor te zorgen dat men die inspiratie voelt om inderdaad aan de toekomst te werken. En weet in ieder geval dat wij van onze kant uit met al onze contacten en onze inderdaad niet alleen woorden, maar ook onze actions, ons handelen inderdaad in de dagelijkse praktijk op buurt- en wijkniveau, daar heel graag bijdrage aan willen leveren. En ook met al onze contacten die we hebben. En ik hoop dat we dat naar de toekomst toe samen verder kunnen doen. Dank jullie wel. Alle aanwezigen thuis natuurlijk. Alle aanwezigen hier in de zaal voor jullie bijdrage. En ga alsjeblieft even mooie bloemen uitreiken. Sherida en Sherine.